stof op school dat ik nooit moeite had. Weet je toch? Het is gewoon, voor mij was het heel simpel. In de eerste deed ik ook Engels van de derde klas bijvoorbeeld. Je weet ja, toch? Toch? Wiskunde had ik 9, je weet toch? Maar ik had ook gewoon geen zin erin, je weet toch? Te veel dingen aan mijn hoofd. En ja, het is gewoon. Je bent jong, je weet toch? En het is echt een bepalende periode in je leven. Je weet toch, als je een middelbare school opfokt, is het heel moeilijk om het weer te fixen. En dat is gewoon bij mij gebeurd, waardoor het zeg maar, heel moeilijk was om na mijn puberteit zeg maar, gewoon weer een normaal leven te leiden. Ja. Je weet toch? Je wordt er een soort van ingesleept. Ja, en dan heb je het over de straat. Ja, toch? Ja. Wanneer kwam muziek dan? Wanneer was muziek al bezig daartussen? Of was het al van daarvoor zelfs? Jawel. Ik zat denk ik in de tweede. Mm. De tweede zat ik in Maas op school. Toen kwam ik in contact met Lijpen. Je weet toch, zo begon ik een beetje met muziek maken. Ja, toch? Dus het was wel gewoon al in die periode, je weet toch. Maar uiteindelijk heeft zeg maar, het straatleven heeft het voor mij overgenomen. Waardoor ik gewoon niet meer bezig was met muziek. Mm. Nee, toch? En wat waren inspiraties rond die tijd? Rond je tweede leerjaar op de middelbare school? Tupac, man. Tupac? Ja, echt Tupac. Of course. Ik was echt vol. Iedereen zegt wel van ja, ik luister Tupac toe. Maar ik was gewoon echt. Bro, die man heeft me opgevoed. Zeg maar. Die muzikale vader, als het ware. Ja, zeker. Voor velen denk ik ook, man. Ja.